Goedendag, heeft u nog meerdere collega's hier? Hallo? Ik zie uw mond wel bewegen, alleen ik hoor het niet. Ze zijn net vertrokken. Ik moet even springen trouwens, maar je hebt last van spinnen. Oh. Helemaal top. Meneer, mag ik even vragen wie u bent? Ik ben Den Axel. Goed, heeft u een ID-kaartje voor mij? Wie bent u als ik dat vragen mag? Voedsel- en warenautoriteiten. Haarlem, aangenaam. Oké, top. Ja hoor. Zo. Ik zie nog niks. Het is toch T/geef ID, hè? Ja. Ik respect de binnenkant nog even. Ja hoor. Heb je hem nog altijd niet? Nee. Als we even omdraait, dan pak ik hem zelf wel. Oké. Den Axel Aartsen. Ja, yes. Een slager van beroep. Oké, dat is allemaal in orde. Top, top, top. Heeft u bevaren dat ik u heel even fouilleer? Geen enkel probleem. Nee. Wat is dat nou? Oh, kipfilet. Oh. Wij hebben ons eigen manier van kippenslachten, meneer. Oké. Zo. Ik, eentje is niet meer hier. Die deed niet naar hoe het werkt hier. Nee. Nou, hartstikke fijn. Deze meneer heeft prima meegewerkt, dus je mag je werk gaan vervolgen. Bedankt. Oké, top, bedankt. Ja hoor. Is je helemaal... Meneer? Ja? Ik wil nog even iets vragen. Weet u hoe dat er komt dat ik mijn ID nooit kan laten zien? Ik kan dat aan niemand laten zien. Probeer eens je rijbewijs. Oké, wacht, ik zal het proberen. En? Nee, niks. Niks? Nee. Ik kan het nooit aan iemand geven, dat vind ik zo raar. Moet je even een melding maken via de Discord app? Ja, ja, doe ik. Dan kan er iemand naar kijken, ja? Ja, top, bedankt. Oké, fijne dag. Zelfde. Ja, lekker hè? God, krijg spontaan zin in KFC. Nou, hier nog één. Goddomme. Wel vreemd dat hij zegt dat hij hier alleen is terwijl je twee wagens staan. Ja, mooi hè. Er liep ook niemand. Ik denk, ga de boel gewoon even opjutten hier, want hij gaat ook gelijk weg. Ja, ik denk dat je nou weg bezig. Ga er achteraan rijden. Gaan we daarna door naar de wiet... zie je die trailer ook hier boven ons? Trailer boven ons? Nee. Hij rijdt wel een hele aparte route. Ja, hè? Hij rijdt wel netjes. Dat vind je het gek als er twee man met wapens achter hem rijden. Ik denk ook van dat is politie dadelijk. Waar de fuck gaat hij heen? Geen idee. Het kan goed zijn dat hij ons bezighoudt dat hij ondertussen gewoon de politie belt. Dan laat ik echt stuk. Ja, dan ga ik echt kapot. Ga even tanken. Gaan wij ernaast staan, gaan we ook even tanken. Ja. Hij gaat zijn geld veilig stellen denk ik. Ja, prachtig. Kijk, er staat dan. Je gaat hier ruzie maken met Pino. Kijk even wat er in die bus ligt. Oh ja, ik wil even zeggen dat ik vergeten ben te controleren. Heeft hij nou gesloten? Als het goed is kan het niet. Nee, je moet aan de zijkant zijn. Ah ja, ja. Ah, 125 kipfilet. Ah, ik zal het laten zitten. Nee. Ik denk dat hij de buis ziet hangen dat hij straks neer is. Ja. Wat zijn jullie aan het doen dan? Gewoon kindjes vermoorden? Ja, een beetje de boel aan het opzitten. Moet je maar niet de ganse dag in die kipfilet staan daar. Ja. Dan kan ze ook gewoon een keer krijgen. Denken ze van, ga kipfilet doen, lekker veilig. Ik niet. Ja maar joh. Als Mike en Wil in de buurt zijn, dan is je leven in ieder geval niet zeker. Zo is dat. Hij gaat weer terug. Ik vraag me af of hij nou ook verder gaat. Ja, moet ik hem ervoor gooien? Even kijken wat hij gaat doen. Wacht even kijken wat hij... Ik denk dat hij doorrijdt. Ja, ja, ja. Ja. Oh, kom, gooi ervoor. Mag jij uitstappen. En dan. Wacht even. Wat gaan we doen? Een wapen berichten dat hij uit zijn bus moet stappen. En dan? Controle op zijn auto. Of het allemaal wel goed is. Oh ja, ik heb ook wel even doen. Zeg dat we vergeten waren. We hebben nog even een vraagje. Zeker. Zouden we heel even in de wagen mogen kijken, want dan zijn we vergeten te controleren. Oh, dat is hier langs de zijkant. Je moet hier aan de zijkant staan dan. Nee, staat hier. Kijk. Oh, kijk. Oh, dat wist ik niet. Hij is wel leeg. Normaal zit de kippen. Oh, dus je rijdt bij de kippen weg om vervolgens niks mee te nemen. Ja, normaal zit de kippen hoor. Ik zal eens kijken. Een ogenblikje. Ja hoor. Dit is ook van what the fuck. Ik ga nou zijn kop maar kijken of er kippen zit. Zit je me nou in de... Zit je me nou in de zijk te nemen of niet? Ik heb net gekeken, er ligt niks in. Moeten we hier even staan en Ja, maar dan zie ik toch niks wat erin zit, dan zie ik alleen de zijkant van die truck. Nee, ga hier maar eens staan meneer en... Oké, wacht, ik ga hier staan. Ik zie helemaal niks. Van... Als u op uw toetsenbord spier... bij boven de O is dat bij mij, ik heb een azerti. Naast de 9 daar. Oké, druk op 0, maar dan gebeurt er niks. Normaal zit u dan de koffer. Nee, ik zie nog steeds de zijkant van deze vrachtwagen. Die gozer snapt er helemaal niks van. Nee. Kip erin. Ik ga nog een keer kijken. Welke deur is het, Wil? Deur 6. Laat hem er even inlopen. Oké, nou. Kun je even kijken? Ja, ik zie dat er niks in zit. Ook hier ben je binnen. Heb je een geheime vakje erin zitten in dat ding? Dubbele wand? Nee, normaal niet. Kunt u hier eens aan de binnenkant op E duwen? Nee, dat werkt niet. Ah, hij wil er niet in. Hij voelt nattigheid. Ik vertrouw het niet zo, meneer. Hoezo vertrouw je het niet? Uw collega zit in de truck en u wilt dat ik erin ga. Oh. Ik weet niet wat... Wat krijgen we nou? Ja, anders werkt het niet. Oké, doe deur 6 maar dicht. Hij loopt er gewoon in uit. Hij gaat gelijk bellen. Hij gaat er toch maar even in. Waarom, als ik vragen mag? Hoe dan? Hij gaat eruit. Ja, hij speelt niet echt mee. Maar hij glitst je doorheen volgens mij. Goddomme. Hij kan hier lekker band verwachten. Ja. Wat is er allemaal aan de hand, meneer? Oh, oké. Maar die Bob is hier niet eens. Je hebt niks gezien, hè? Hij trapt gewoon die band lek, die Abi map gisteren... Oh, dit wil ik zien, Wil, hoe die weg gaat rijden. ...slagen neer. Erkant hem. Nee, straks is dat hem in die... Staat hij daar met zijn kippen, die gaat gewoon... Ja, wat gaat hij doen? Hij zou wel moeten gaan rijden, want anders komt hij er niet. Ik denk dat hij overgeladen in die andere auto. Dat denk ik ook. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Zo? Die deur? kut zo, hij doet het bijna niet meer. Hmm. Meneer, u weet wel dat uw auto daar niet op de stoep mag staan? Kut. Domme stap in, deal. Gordel op. Oh, hij gaat hem krijgen. Hij gaat dood. Waar is die? Hier voor je neus. Ah, oh, stoppen. Ja, klap hem er maar voor. Ja, die auto mag hier niet staan. Die auto mag hier niet staan. Schiet jij eens raak, Wil. Hoes. Nee, je mag niet hier op de stoep staan. Stoot! Hoes! Shit loopt helemaal uit de klauw hier! Oh god, agenten! Ja. Waar ben je? Ja, hier, achter die rots. Ben je dood? Jode, joppe, joppe. Hallo. Hallo, pop. Die asses klopt er vol op. We gaan een stopteken krijgen, sowieso. Ja. Meneer Rijen, er wordt geschoten! Hallo? Ja. Zo'n pakken? Moet... Nou ja, jij mag hem wel pakken, maar ik denk niet dat we het overleven. Ah, dat is die bloedhond. Goedendag. Bent u in orde? Ik ben in orde. Gelukkig, wij ook. Ik had een melding van een mogelijke ontvoering. Nee, we werden beschoten daarachter. Die gasten die staan er nog! Wij moesten weg hier! Oké, jullie zijn allebei in orde? Ja! Nee, alleen de auto is een beetje gehavend, maar... Oké, verder is alles in orde, beide heren. Jo! Ja, zeker. U zit vrijwillig in deze auto? Ja, ik zit vrijwillig in deze auto. Prima, dan mogen jullie vandoor. Topje, dankjewel. Zo, dat hebben we gelukkig gehad, Wil. Ja. Hij laat ons ook gewoon wegrijden op de... Met een gestolen auto! En een kapotte band, dat maakt niet uit. En het mooiste is dat ik die gozer, die NPC, voor zijn mijl schoot voor hem. Normaal staat er hier altijd wel eentje. Jezus. Jezus, wat een grafbakker. Pakt hij de AWB lesauto gewoon? Ja, doen we. Dat die stond uit het raam. Hij moet een beetje oefenen met schieten natuurlijk. Ja, daar ga je gang. Hier nog eentje, op rechts. Ja, headshot! Hoppa! Hey. Had hij nou iemand te tanken? Wat zie je allemaal doen met de schietmelding, jongens? Dat is jullie, hè? Wat? Hebben jullie nog iemand gegijzeld? Ja, we hadden net iemand gegijzeld. Ja. Is een kippenbus. Ja. Maar ik zie nu een Mike op de map staan daar en dat is een heel verschoten. Ah, ik heb geen idee, zeg. Oh, lakker man. Die gozer dacht gewoon... Oh, ja hoor, daar ging het aan, hè? Ja. Tuurlijk, hoorde ik zo. Ja. Ik moet nou... Nog eentje. Zou Robin wel zijn. En hij moet je nou hier schoten meldingen doen en dan weer terugrijden. Ja. Die gasten worden helemaal gek, jongen. Ja. Gasten keren meteen om. Mm-hmm. Als goed is. Als ze opletten. Ze zijn nog niet omgekeerd. Weer achter deze boom staan hier. Hè? Gaan we hier even staan zo, dan zien we ze daar voorbij komen. Zou het? Jawel. Ik betwijfel het namelijk. Ik denk dat ze doorrijden naar die melding. Zou het? Ja, ik denk het wel. Anders pakken we ze gewoon. Ja hoor. Ik vind het prima. Gewoon boem! Ineens. Ik hoor... Oh, ja hoor, er rijdt er een. Ja. Oh, hij rijdt wel heel zachtjes nu. Ja. Oh jee. Zullen we langs rijden gewoon? Wat nou, omdraaien en dan weer langs rijden? Ja, ja, gewoon omdraaien en langs rijden. En gewoon heel rustig langs rijden gewoon. Ja, gewoon 120 zoals het toegestaan is. En dan gewoon, als ze dan willen fouilleren, dan zeggen ja, ga. Wil je stoppen ook? Nee. Misschien net die pech. Nee, ga maar door. Nu nee, alles oké? Okay. Ja, met u ook. Ja, ze zo! Zo! God, de tering! Christus, daar moet je achteraan. Ja. Zeker. Maar wat doen jullie eigenlijk in die rijlesauto? Oh, ja, rijlessen. Nou, laat ik me dat maar niet afvragen. Je moet dingen niet in het leven vragen. Oh. Nee, nee. Daar hebben we die snelagent. Meneer, u moet de andere kant van de rijbaan rijden. Zullen we anders ruilen van auto, dan kunt u lessen nemen. Ik wil gaan inboxen, beter aanhouden. Ah, jezus. Het is Daniel. Laten we even controleren of deze persoon wel zijn rijinstructeursbewijs bij heeft. Ja, precies. Goed, de heer. Mag ik graag even uw rijinstructeurspas zien, alstublieft? Tuurlijk. Tuurlijk. We staan gelukkig op een veilige plek, dus dat kan allemaal. Ja, wordt makkelijk. Hé meneer aan mijn linkerzijde, wilt u anders deze auto hebben? Want u kunt nog wel een rijlesje gebruiken. Nou, nee. U komt net vol tegen het verkeer inrijden. Dank u wel, meneer. Bent u? Mag ik even ter verificatie uw geboortedatum? 180297. Zo, in één keer? Ja. Goed hoor. Nee opa, ik denk dat u eerder een rijlijstje moet hebben. Hoezo? Ja, waarom zit ik ook in dat ding? Oh, dat heeft u goed hoor. Ja. Heeft u gisteren nog opgemeten zeker? Ja, tussen mijn week niet ja. Collega? Ja. Zijn 65-plussers niet meer, mogen die überhaupt nog wel lessen? Volgens mij zitten die net in de bejaardenwet, hè? Ja, ik vind dat ook wel lekker. Ik vind, die mannenlijst ziet er wel oud uit inderdaad. Ja, daarom. Hé, die is er bij de hand, hè? Ja, daarom. Ik heb al zo'n sjaaltje om, net als die opaatjes. Ja, precies, daarom zeg ik. Net doen we de mode tegenwoordig, hebben gehoord. Ja. Ja, maar mogen 65-plussers toch wel rijden? Dat ze vaak dan niet capabel zijn om te lessen. Ja, nou, gelukkig heeft hij nog les nodig, dus... Daarom, ik leer deze man wel bij. Even kijken, dit was de rem hè? Oh! Verkeerde rem! Sorry! Meneer de instructeur, ik zal er nog een paar lesjes aan vastplakken. Ja, ik doe het nog niet bij. De rem zit in het midden! Dat is toch wel lekker cash. Echt? Maar dat is automaat, meneer! Oh, ik doe de linker altijd. Daar zit de rem, dan zit de rem rechts. Ja, links. Ja, dat, hier, die fout maakte ik dus ook. Ja, links zit de rem. Ja, en ik trapt op rechts. Ja. Gewoon met je linkerpoot optrappen. Hé, stap even in, links achterin, kan ook wel leren. Nee, hoeft niet. Oh. Ik kan rijden. Ik rijd een mooie auto. Ja, dat zagen we ja, tegen de richting in. Kan jij prima rijden, ja. Ik heb mijn blauw aan, dus dat daar hebben ze training voor gehad, meneer. Exact. Tegen het verkeer in rijden. Ik geloof er niks van. Van de heer Blokfluit. Oh, echt? Van de heer Blokfluit, nou dan weet je dat je dronken aankomt. Ja. Nou, in dat geval, de nachtclub is open. Ik stem voor. Negatief. Hij is gesloten. Nee, de nachtclub is open. Oh, hebben we de sleutel? Oh, u heeft de sleutel. Ik kan de sleutel wel verkrijgen, ja. Ja. Zo. Zo, goeiedag zeg. Hé, nou, zo is. Ja, ik zou er eens achteraan gaan, jongens. Ja. Ja, jij nou te sneller, Kenji. Oh, ik ga al. Groetjes. Jojo. Collega, gaat je maar met die handen mee. Ja. Wat een vent is het ook. Waar ligt het? Geef me nu mee. Ja, dat is prima. U mag uw weg vervolgen en rustig aan. U mag uw weg ook vervolgen. Fijne zondag. Zaterdag, weet het, ik weet niet.